Hallo, leuke enthousiaste mensen en welkom weer. Het is weer 10 uur 's ochtends en dat betekent dat we natuurlijk weer een Disneycraft video hebben. Maar dat doen we natuurlijk ook met een heerlijk glaasje drinken en een heerlijk lekker chippy. Okay, people, let's go to work. En zoals je in het begin al zag, het gebied wat we laten zien is iets, een kleine preview, een kleine verrassing voor jullie. En dat moeten we ook in de Disneycraft video krijgen. En die wordt gepresenteerd door niets minder dan onze geweldige twee assistenten, namelijk Dennis en Leroy. Hallo. 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 En kijk eens, waar sta ik voor, mannen? Leg eens uit. Dit is een wortel. Dacht ja. Ik wel, ja. En wat heeft dat met kaart te maken, jongens? Nee, ja, dan kom je achter in de rit. Nee. Nee, dit is dus de kegel. Dus de kegel? Dit is de kegel. Dus de kegel. En ik laat nog niet te veel zien. Ik laat wel zien wat ik vanaf dit standpunt kan zien. Ik zie namelijk een baan lopen. Het zijn twee banen. Wat kunnen we daaruit opmaken? Goedendag. Nou, heen en terug. Hallo. Ja, heen en terug. Heen en terug, heen toch en wel. Terug. Ja, heen en terug. Ja. Nou, heel tof. Dubbele ervaring gewoon. Ja. Dubbele ervaring. Dus, maar, nou, dat is ook mooi. Dubbel betalen, hoor. Ja. Heen en terug. En ik kijk verder weg daar, dan mijn neus lang is. En die is al heel erg lang. Ik zie een... Ja, wat ik zie. Ik mag niet van mijn standpunt hier. Ik zie een... hoe heet die? Brandweer staan? Ja. Klopt. Ja? En hoe ik zie het huisje staan. Is dat van Radiator Springs? Ik ja, mag niet veel zeggen, maar ja, dat is het, denk ik. Dat denk ik ook. En ik zie hier naast mij zie ik al een stuk van de nieuwe ingang. Mag ik daar naar kijken? Om mee, mag je daar naar kijken? Oké, heel snel dan, oké. Okay. Heel snel. Er staat een grote cactus voor. Ja. Nou, dat is mooi. Deze cactus verbergt het een beetje. Zit er cactus zelf? Weet ik niet. Ik heb hem gekeken. Hij ruikt schoon, deze. Ja, dat is het. Mooi. Ja. Even kijken hoor. En dan, ja, nu staat er weer een hele rare dino voor. Oh, waar? Ik weet niet. Hij stond er net... Oh, nu zie ik hem weer. Ja. Oh, En even kijken. Ik zie een helikopter waar ook weer een... Ja, ook weer een cars auto in zit. Het is ongelofelijk. En we hebben een grapvloer. En wat kan je vertellen over deze attractie nog meer? Nou, deze attractie kent iedereen eigenlijk al. De cars attractie. Maar die is natuurlijk helemaal gerenoveerd. En op een heel nieuwe... ja, een volledig nieuw vakjaar gekregen. Ja. Met herkenbare dingen uit de films. Ja, onder andere. De vorige had natuurlijk, het enige wat nagebouwd was eigenlijk het stadje. Dat was Radiator Springs zelf, ook met dat soort gebouw wat je daar voor ons ziet. En die had natuurlijk de benzinestations en het is totaal veranderd. Het is echt heel gaaf. Ik laat ook niet meer zien dan dit. En het wordt gewoon echt een hele gave, leuke ervaring voor bezoekers. Die gaan dit meemaken, hoe vet wij deze attractie hebben. Jullie... Want het is een project van Leroy Geus-en-Plobelet. Die hebben de hele attractie ontworpen. En ja, wat ik nu laat zien, vet. Jullie kijken je ogen waarschijnlijk al uit. En jullie kunnen niet wachten om hierin te zitten. Ik zelf ook nog niet. Want ik ben eerlijk, ik heb hier zelf ook nog niet in gezeten. Oh. 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 Wij ook nog niet hoor. Ja, nou. Natuurlijk, kunnen we bijna dromen. Echt hè. Natuurlijk laat ik nog niet de span zien. Want ik wil dat nog niet verklappen. Dus daar ga ik nu niet heen. Dus ik doe gewoon eventjes. Warp Kasteel mag natuurlijk ook niet. Want dan verraad ik wat van anders. Laat ik even gewoon naar Warp Simba gaan. Want Warp Simba. Dat is wel de Simba Coaster. Is al ook aangepast. Dat wist je in de vorige video. En dat laat ik gewoon even zien hoe dat er nu uitziet. Oh jee. Gaan we weer een probleem krijgen met dat laden? Nee, het gaat goed. Mooi. Nou, je ziet zoals Herman heeft geholpen aan de attractie. Die heeft een aantal dakdingetjes gedaan. Zelfs een omgevallen boom hier bovenop. Echt heel gaaf. En zo zie je dat de decoratie wat is opgevoerd. En de haven hebben ook wat aangepakt nog hier zo. Dus daar gaan we ook nog wat dingetjes bouwen aan die kant. De Disney Tour heeft een verwijderde scène. Dat weet u natuurlijk ook. De baan is hier ook al klaar, de uitgang. Dat ziet er ook heel leuk uit. Hier komen nog wat Main Street huisjes naast, aan de buitenkant. Loop je langs. Verder. Oh, gaaf. Blobelet gaat er gelijk aan verder. Nou, dan help ik jou gelijk mee. Dan maken we gelijk eventjes een grof kantje hier. Zo. Ik zal hier gewoon een grondje maken. Ik weet niet of het de definitieve grond is, het groen. Maar in ieder geval dat we wel een beetje wat hebben hier. Zo. En terwijl hij eraan gaat bouwen, is wel leuk om dadelijk te zien hoe ver hij is gekomen. Dus het is gewoon een speed. Het is weer een speedrace dit. Nee hoor.
Lekker op je gemakkie. Zo. Ik heb gewoon een vorm gemaakt, heel grof, met kwarts. En dan kom je hier. Dit is de uitgang van de attractie. Dus je loopt hier eigenlijk uit. En dan wordt de bezoeker eigenlijk een soort van gedwongen van... Ja, je moet door de... Hallo. Hey, hoi. Moet je de weg kijken, meneer? Nou, ik was gewoon even aan de rond kijken eigenlijk. Oh, mooi zo. Ja, dit is allemaal nieuw voor jou ook, denk ik, Gio. Nou, nee, dat zeker niet. Ik hou het natuurlijk allemaal in de gaten. Ja, hou je dit in de gaten, ja? Tuurlijk. Oké. Okay. En ja, hier kom je dus zeg maar langs. Hier ben je verplicht om langs te lopen. Langs die hele leuke Disney Main Street. En het ziet echt heel knus en leuk uit. En dat was de bedoeling ook. En Blobulet heeft dit gecreëerd. Sam is bezig met de inrichting hier binnen. Maar die is nu, op dit moment is die niet. En ik vind ook dat gras binnenin vind ik echt prachtig. Goed, dat is echt zo artistiek bedacht, vind ik, hè? Eigenlijk wel. Ik vind tot nu toe de beste inrichting. Ik zou er niks meer aan doen. Dit is de natuurwinkel, denk ik. Ik denk het wel. Natuurwinkel, inderdaad. Hier verkopen ze hele mooi dure planten, heb ik begrepen. Oh. Oké. Okay. En jij sloopt het zomaar? Nou, ik heb even vloerbedekking gelegd. Oh, okay. Ja, maar nou zijn al die planten weg. Ja, nou ja. Ja, en nou zou ook wacht de maar op weg. Een nieuwe voorraad. Op voor toeren. Dat lompe kijken altijd. Elke keer. Droge elke keer. Ja, maar jij bent echt zo. Jij kijkt een beetje stoned soms, vind ik. Nou, dat komt alleen door die zonnebril. Ja, echt, hè? Maar mijn ogen komen er ook onderuit. Echt? Ja, oh, jij kijkt nou ook. Kijk nou, ik wou wel kijken, want kijk die schattige oogjes van je. Maar inderdaad. Sommige onderuit, inderdaad. Eigenlijk moeten die ogen nog eentje omhoog, dan is het goed. Ja. Nee, als ik kijk, moet hij die ogen inderdaad eentje omhoog nog. Hey, dan is het gewoon goed. Nou, ik denk dat ze maar eentje omhoog hoeven, hoor. Denk je? Ja. Ja, ik zou het niet meer doen. Nee, ik denk dat... Dan moet je niet zeggen dat je twee omhoog moet, want dan hebben we gewoon één. Als je gelijk drie omhoog doet, dan heb ik gelijk ogen boven mijn zonnebril zitten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling. Dan ben je verre kijken. Ja, precies. Ook vier ogen. Ik ga hier even wat dingetjes verwijderen, omdat die te veel staan. Zo. Er gaat toch niemand zitten, joh. Nee, Gio, jij kan jij alvast een kleine verrassing verklappen over een plugin? Of mogen we dat nog niet echt vertellen, zeg maar? Eigenlijk wil ik gewoon heel veel nog als verrassing houden. Ja, oké. Okay, bijna al jongens. Een paar dingen laten zien, natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld, dino's kunnen ook zwaarden dragen. Ja, precies. Ja, dat is nieuw. Dat is een hele nieuw. Nieuwe toevoeging. Ja. Wacht, misschien weet ik wel even eentje om echt in de video te laten zien. Oké, ik ben... Ja, je moet de kijkers verrassen. Het is nu donderdag. Morgen is het vrijdag. We kunnen ook zeggen van... Oh, bedoel je dit? Ja, dit kennen ze wel, hè? Tuurlijk, maar binnenkort... We gaan heel veel dingetjes instellen. Oké, we gaan wat dingen instellen. Dat wordt gaaf. Dat wordt echt heel vet om naar uit te kijken. Tof. Zeker weten. Kan ik ernaast zitten nog? Oh, wacht. Dat kan. Je moet gewoon zitten. Oh, ik heb het ik heb het uit. Ja, nee, laat maar. Ik heb het uitgezet, want ik kan handig. Niet lekker bouwen. Nee, ik ben gewoon niet zo'n luiwammes. Oké. Okay. Maar gaan jullie maar lekker op een bankje zitten? Dan ga ik even deze omgeving maken hier. Want dit wordt omgeving wat ik ga mooi maken. Dit wordt namelijk een natuuromgevingtje. En dan wil ik zeg maar een pad gaan maken. We hebben een aantal paden hebben gemaakt. En die paden gaan door het park heen. En dat betekent dus, dat is echt fantastisch gedaan... Dat je dus, even kijken, dit gaan we even slopen. Dat natuurpad, dat kan je dus ontdekken door shortcuts nemen in het park zelf. Je kan zeggen, ik neem het hoofdpad, dat is natuurlijk wat je ziet, dit kleurpad. Het soort van het kleipad eigenlijk. En je kan ook zeggen van, ik neem shortcuts en ik ga door de prachtige natuuromgeving van Disneycraft. En dan kom je ook in hele leuke gebieden. Is ook zeker aan te raden om te doen. Zijn we hard mee bezig. Leuk te thematiseren. Dus zeker weten een keer even komen kijken. Even kijken. Hier loopt dat pad. Loopt door aan deze kant. Zo, die gaat hier door en zo. Ja. En dan gaan we naar binnen. Zo. Zo. Kunnen wij misschien hier onderdoor gaan onder die boom zo? Kijken of we dat een beetje realistisch kunnen neerzetten. Bram is nogal van het decoratiegebied met de bomen maken en de mooie leuke paardjes. En vind ik wel heel leuk. Je gaat nu onder de boom door, joh. Gaaf. Nou goed, dat die boom er stond. Een bosgevoel hier zo. Echt, hè?
En ik vind dat Disneycraft soms daar nog een beetje ontbrak. We hadden, vroeger hadden we een attractie, dat heette Bospad. Dat weet ik nog wel. Dat was echt een heel vroeg stadium. Trouwens, mijn cam is heel donker. Dat komt omdat het heel donker is, ook hier thuis in mijn kamer. Oh ja, en, handig. Excuus mensen, excuus. Ik hoop dat het nou iets beter is. Ja, ik zie je wel. Je kan je echt niet verstoppen. Oh, jammer. Beetje breed hier zo. Ja, maar dat is goed. Hij is 3 breed, kijk maar. Ja, maar hier dit stukje klopt niet echt. Oké. Nu klopt het. Nou, komt goed. Zo, het is sowieso een rommelig pad, sowieso. Ja, dat wel. Nou ja, als Leroy, jij gaat... ga maar kijken wat je kan doen. Ja, kijk maar. Ja. Niet hier, kijk om mijn zin. Het werkt om mijn zin. Oh, dan doe ik het juist bewust. Echt? Oh. Naughty dit. Jammer dit. Jammer dit, ja. Dat kan niet dit hoor. Nee, jammer gewoon. Ja, kijk, dan ga je altijd iedereen teleurstellen. Altijd. Elke keer weer. Steeds maar weer. Ik maak gewoon een random pad. Hé, hey, Katrien Duk. Nou, daar gaat ze weer. Die heet ook echt Katrien Duk, hè. Maar die heeft dan ook... Dat snap ik gewoon niet. Die heeft ook echt een skin van Katrien Duk. Ja, onlogisch, hè. Echt, ik snap er helemaal niks van. Ik heb toch... Ik ga het ook niet eens vragen aan. Dan neem je toch gewoon... Kijk naar de naam die je hebt. Het is toch duidelijk dat je een Minnie Mouse skin moet nemen? Absoluut. Ik snap het ook helemaal geen reeks van. Ik snap het. Dat is echt iets wat ik niet begrijp van mensen. Vrouwen. Ja. Vrouwen. Absoluut. Kan beter honden fokken. Nee, dat is echt niet. Robby zit hier in het kanaal. Dan er kijken natuurlijk meer meiden dit. Deze video's. Oh shit, wat denken ze op? 10:00 AM kijken ze een aflevering Disneycraft. Ze verwachten iets vets. Worden de vrouwen gewoon afgezeken hier? Worden ze gewoon afgeblokt? Ja. Ik ga het gewoon vragen nu. Katrien Duk. Ik ga het gewoon vragen aan de. Waarom heb je een Katrien Duk skin? Past niet bij je. Ik ga het gewoon kijken wat ze zegt. Want voor mij is het gewoon keihard eens met me hoor. Oké. Beste VIP ooit, dames en heren. Beste VIP ooit. Oh nee, Katrien. Als je dit ziet, Katrien. We love you. Pak ik een muiskin. Ja, dus toch. Ja, was een geintje. Ik zal maar gelijk zeggen. Want dadelijk denken mensen. Oh shit, dadelijk vind ik mijn skin niet leuk. En zo. Dat is allemaal bullshit. Maar sowieso waardeer ik het heel erg. Als je natuurlijk met een Disney skin wil komen. Want Lars had, over Lars, Bram had natuurlijk een keiharde galg op zijn rug. Ja. En ik zeg, Bram, dat is niet zo kindvriendelijk om een keiharde galg achter op je t-shirt te houden. En toen zei hij, oké. Okay. En toen zei hij, mogen wij een skin voor je zoeken? Ja, dat is prima. En toen hebben we gekozen voor Wreck-It Ralph. Past ook gewoon bij Bram, hoor. Want je weet dat, maar weet je, dat zei hij pas, weet je dat Bram zijn tweede naam ook Ralph is? Heeft hij pas verteld tegen me. Ja, dat ja. Wist jij dat, Leroy? Nee. Oh, wauw. Ja, ik wist het ook maar sinds kort. Ik dacht misschien heeft hij het jou verteld, maar zijn tweede naam heet gewoon ook Rolf. Is gewoon Rolf. Met PH. Ja. Ja, wel niet. Je schrijft het al anders dan, zeg maar, de Rolf, maar zijn echte naam is gewoon Rolf. Wauw. Ja, dat wist ik ook niet. Nou, dat is dubbel toepasselijk. Echt, hè? Ja, precies. Jee. Ik had de verkeerde comment zelfs ingevuld hier. Hoppakee. Nou. Kan niet, hè? Jammer dit. Ja, ik deed mijn best. Ja. Nou, om te beginnen, we zijn dus dit natuurpark aan het maken en dat allemaal in deze aflevering. Dat is ongelooflijk. Dus later, als jij hier loopt, dan zeg je van dit Vincent, ik heb dit in aflevering bla bla gezien. Ik denk dat het zelfs 94 is. Grapflow, je zit echt in elke aflevering. Gaan ze in mijn koop. Nee hoor. Ja, elke keer. Geef een groen duimpje. Serieus, bij 100 likes, bij 100 groene duimpjes, gaat Grapfloor een microfoon kopen. We zitten 100 keer te vragen aan Grap, koop een mic. Zeggen ze ja, als Irma een webcam heeft. Nou, Irma heeft een webcam. Die heeft op de iPad heeft speciaal ervoor gezorgd dat we haar konden zien. En Grapfloor nog steeds geen microfoon. Nou, dus nu hebben we... Ja, dat is jammer. Een beetje jammer. Van dat is niet de afspraak. Dat is niet de afspraak, ja. Kom jij nou wat doen? Ik ben klaar. Ik ben nog maar bezig. Hou jezelf maar bezig. Ik kom maar naar je toe.
Oeh. Jij wil natuurlijk laten zien wat je hebt gemaakt, maar de mensen willen ook even zien hoe ik dit pad aan het mooi maken ben. Nou. Of juist niet. Nee. Nee. Nou, jammer dit. Ja, nee, jammer. Heel jammer dit. Heel jammer dit. Ik kom wel even naar je toe. Ja, wat hebben we ervan gemaakt? Oh, kijk. Leuke kleurtjes. Ziet er leuk uit al. Ik ben benieuwd hoe je dit verder gaat maken. Leuk. Oh, hij is achter. De achter nog, ja? Oh, gaaf. Ja. Tof. Wat staat hier achter? Even slopen. Wat? Niks! Wat? Nee! Hier staat niks achter! Nou. Wat? Dat zie ik niet. Ja. Dat was gewoon om het minder een blok te laten lijken. Kijk nou, achter staat gewoon een complete attractie nog. Nou, dames en heren, de geheimen van Disney Tour. Het is meer dan je denkt. We hebben helemaal geen grote attractie, maar er is gewoon random wat aangebouwd. Sorry. Lijkt gewoon groot van buiten. Sorry, Blobelet. Nou, dat is voor Blobelet heel gunstig, want dan kan je erachter makkelijker huis doen. Hierachter is wel echt een attractie, hoor. Ja, kijk, dat je, denk je. Dan zie je dat er nog een laag achter is. Ik ga nu al even stiekem kijken. Nee, daar is echt de attractie. Oh, ja. Ja, daar is echt de attractie. Wat een grote scène, moet je kijken, man. Met de hele boot binnenin. Het is echt wel groot. Oh, Peter Pan. Peter de Pan. Ja, nee. Altijd. Kst. Zo, even dat pad zo hier zo een beetje verbreed nog. En het leuke aan zo'n pad is dat je zeg maar, je hoeft niet rekening te houden dat het allemaal mooi eruit ziet. Want zo'n bospad hoeft helemaal niet mooi eruit te zien. Maar ik vind het sowieso heel leuk dat je onder die boom gaat hier. Dat is fantastisch. En je kan ook hier lopen, maar je kan kijken wat je wilt. Er zijn minder freerun planken dan eerst. We houden heel erg rekening daarmee. En er komt een helikopter over. Dus bereid je voor, want hier zijn ze weer hoor. Om de wereld van verder val te behoeden. Om de wensen van hun volk te kunnen beïnvloeden. Om de kwaadaardigheid van liefde aan te tonen. Om dichter bij de sterren te kunnen komen. Helikopter en James. Team Helikopter. Applaus voor Team Helikopter. Yay! Zo, hier hebt een bankje mooi. Nog. Want een bankje mist gewoon hier zo, jongens. Hoi. Ja, klopt. De boomstronkjes inderdaad. Je hoort af en toe ook een beetje in het park. Droogkloot. Hoi. Hey. Zo, en dit is dus een vernieuwing van Disneycraft onder andere. Dat je gewoon lekker even over het bospad kan je gewoon een soort van short route vinden. En die gaat niet door het hele park, zeg je eerlijk. Maar we gaan wel een groot gedeelte van het park met de bospaadjes maken. Zodat je dus op een hele andere manier niet en pokken en er moet lopen, dus shortcuts kan nemen, maar je kan er ook voor zorgen van, zeggen van, nou Vincent, ik wil gewoon lekker over de standaard Disney paden heen, dat zou ook nog kunnen. Nou, ik zou zeggen, nee, geef vooral een like aan deze video, want het was een hartstikke leuke video, vond ik zelf. En ik hoop dat jullie het ook vonden, en dan zien we de volgende keer terug, morgen weer om 10 uur, bij de laatste aflevering van deze week, Disneycraft. Doei doei! Adios! Doei doei! Doeg. Doei en doe Grapfloor die niks doei kan zeggen! Like, hè jongens, voor Grapfloor, voor de mic. Ja. Even gebeuren, anders gaat ze. Ooit doen. Valt ie. Weer funzig gevreten, hoor. Mmm. Oh.